Dat hij er gaat komen staat zo goed als vast, al gaat de weg er naartoe met kleine stapjes tegelijk. Toch zijn ze op de Automotive Campus in Helmond nu zover dat hun zelfrijdende bus zonder chauffeur ook echt op de openbare weg mag. Studio 040 maakte vrijdag alvast een proefritje, toen nog op een sneeuwloos parcours. Het stuur overgeven aan een robot, dat is je begeven op glad ijs en vooral testen en nog eens testen voordat je toestemming krijgt om de weg op te mogen. Want er hoeft maar een klein ongelukje te gebeuren en de ontwikkeling ligt voor jaren stil. Vandaar ook dat de shuttle voorlopig niet harder gaat dan 17 km per uur en soms zelfs door fietsers wordt ingehaald. Ik denk dat hij 25 km kan, maar we hebben afgesproken met de RWW dat we niet harder dan 17 km per uur gaan. Precies. Maar uiteindelijk moet de shuttle dus wel een hogere snelheid gaan bereiken. In de toekomst? Ja. De route van de shuttle is voorgeprogrammeerd en de ogen van de chauffeur zijn vervangen door sensoren op de bus. Dat zou dan met elkaar veilig genoeg moeten zijn. Alles wat afwijkt, een omleiding, een tak op de weg of een auto met pech, leidt tot een duidelijk commando. Dan herkent hij de weg niet meer, dan gaat hij langzamer rijden. En als hij op een gegeven moment onder een bepaald percentage komt, dan stopt hij er zelf mee. De vraag is natuurlijk, remt hij ook als er iets onverwachts gebeurt? Ja dus, hij remt en goed ook. Passagiers moeten de riem aan. Precies. Als je de riem aan hebt, is er niets aan de hand. Sta je echt op een gegeven moment in de shuttle zonder dat je de riem aan hebt, dan word je echt getorpedeerd. Volgens de Helmondse wethouder Maas moet de shuttle over een paar jaar echt in Helmond gaan rijden met een snelheid die passagiers verleidt om hem ook echt te nemen in plaats van de fiets of de bus. Voor de buschauffeurs breken minder goede tijden aan. Zij zijn straks misschien wel niet meer nodig. Maar we kunnen de toekomst niet tegenhouden. En we zullen dus mee moeten gaan met de toekomst. En dan zullen dan in de toekomst waarschijnlijk wat minder buschauffeurs nodig zijn. Ja. Het publiek kan de komende weken nog proefritten maken in de zelfrijdende shuttle. Aanmelden kan via de website van de gemeente.